Dag beste kijker, na twee speelrondes heeft Flevo Boys slechts één puntje behaald. Afgelopen zaterdag werd bij VVOG met 2-0 verloren. En in Harderwijk ontbrak het van Flevo Boys aan de echte killersmentaliteit. De absolute wil om te winnen. Voor de goal werden wel een aantal kansjes gecreëerd, maar op het moment dat men voor de goal kwam werd daar gewoon veel te weinig mee gedaan. En dat recept, die killersmentaliteit, die is vandaag absoluut nodig. Want de gedreven promovendus HZVV komt vandaag op bezoek. Vandaag telt voor Flevo Boys niets minder dan 3 punten. En dat weet ook middenvelder Arjen Posma. Ja, nou, afgelopen zaterdag hebben we het gewoon in de eerste helft niet goed gedaan. Toen werden we, hadden we totaal geen vat op hun, zeg maar. We kregen geen druk op de bal, kwamen overal een stap te laat. En dan lijkt het altijd of het inzet is, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is, buitenwacht denk ik dat wel eens, maar dat is gewoon, we staan gewoon niet goed. En dan kom je overal een stap te laat en dan... Dan loop je zoveel, maar dat komt overal tekort. Eerste helft was gewoon heel slecht, tweede helft was ook niet goed of zo. Maar dan speel je man op man, 1-1. En dan creëren we genoeg kansen om die wedstrijd eigenlijk om te draaien. Ja, dat die ballen er niet in gaan. Dat was ook een paar keer pech natuurlijk, lat en paal is pech. Maar we kregen ook een paar kansen die je dan moet maken om een spannende wedstrijd te krijgen. Ja. Ja, vandaag krijg je een tegenstander op bezoek die het heel aardig heeft gedaan. 4 punten behaald tot dusver tegen niet de minste tegenstanders. Nee, alle respect voor de tegenstander. En dat respecteren we. Maar we hebben geen angst. Wij vinden dat we zelf nog niet goed genoeg voetballen. Dus dat moeten we vandaag laten zien. Waarom gaan die 3 punten vandaag wel komen? Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Maar ik hoop dat dat is omdat we ons oude spelletje weer vrij dominant kunnen spelen. En dat we wat efficiënter worden met het afmaken van kansen. Kijken we naar jouw opstelling, zien we dat Paul Bergtop naar de bank verhuist. En voor hem in het veld komt Arjen Bergsma. Waarom? Ja, dat zijn keuzes op basis van de tactiek. We hebben keuzes gemaakt waarbij we wat makkelijker andere varianten kunnen spelen. Ja, afgelopen dinsdag ontbrak hij ook op de training, hebben wij vernomen. Ja, Paul was ziek. Ja. Speelt dat nog mee in de keuze om hem op de bank te zetten? Nou, soms wel, nu niet. Dit is de tweeling Frank en Arnoud Post. Vandaag vieren zij hun 26e verjaardag. En ze willen natuurlijk maar al te graag trakteren op een 3-punter. HZVV doet in de openingsfase leuk mee. Zoekt brutaal de aanval. Komt de bal hier terecht bij Rick Broek. De eerste poging van de wedstrijd. Makkelijke prooi voor Roosink. Is dit de 8e minuut? Oh, dat is Steven Korf die zich verslikt in de bal. Houdt Frank Post vast. En wat voor kleurkaart komt er dan? De weg is nog lang, maar het is wel een doorgebroken speler. Maar de scheidsrechter geeft Korf dus geel. Vrije trap van Posma dan. Makkelijk overgetikt door Heer Streutker. Maar Flevo Boys komt langzaam wat beter in de wedstrijd. Is dit de voorzet van Strijker op het hoofd van Wesley de Klein? En die verrast Rodney Roosink bijna. Geluk voor de middenvelder. Geluk voor Flevo Boys. Is dit Arjen Bergsma? Speelt vandaag ten koste van Paul Bergtop. En dit is een slappe poging van Alan Bakker. En dat is ook wel een beetje het verhaal van Flevo Boys in de eerste helft. Hier nog zo'n moment. Aran Nijboer vindt hier Bakker. Maar uiteindelijk is die eindpaas hier dan slecht. En zo is de meest logische ruststand dan ook 0-0. Enkele minuten gespeeld in de tweede helft. Is dit HZVV? Komt de bal terecht bij Arjan Akkerman. En een goede redding van Rodney Roosink. Balverlies van Aran Nijboer. Dennis van der Wal raakt die bal verkeerd. En dan is het zomaar een 1-1 situatie. Is het Roosink die redt? Maar de tweede goede kans in die tweede helft voor HZVV. Flevo Boys dan weer via Wesley de Klein naar Frank Post. En die zag het natuurlijk al helemaal voor zich. Op zijn verjaardag de 1-0 voor zijn ploeg. Laatste kans is dan voor HZVV. Maar die bal wordt gepakt door Rodney Roosink. En zo eindigt Flevo Boys tegen promovendus HZVV. In een 0-0 gelijkspel. William, daar hadden jullie denk ik meer van verwacht. Ja, dat klopt. Absoluut. En waarom zat het er vandaag niet in? Nou, ik vond dat wij veel te slordig speelden. Ik vond dat we erg veel communicatiefouten hadden. Ik vond ons spel niet overtuigend. Ik vond dat wij ook slordig waren in passing en aannames. Dus technisch was het slordig.
Tuurlijk, jullie hebben als team nu vandaag gelijk gespeeld. Maar heb jij niet stiekem vandaag gewoon gewonnen? Nou ja, kijk, misschien persoonlijk gezien wel. Alleen ja, het is leuk meegenomen als je goed speelt. Alleen ja, dan speel ik misschien, laat ik liever een balletje door dat we wel winnen. Dan dat je uiteindelijk met 0-0 staat en dat je zelf een geweldige partij hebt gekiept. Ik bedoel, het teamresultaat gaat natuurlijk voorop. En ja, we hadden gewoon 3 punten moeten pakken vandaag, zo simpel is het. En of ik dan nu goed speel of een mindere wedstrijd had gespeeld. Of noem iemand van de jongens op die een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Dat vind ik dan minder belangrijk. Ja, wij kwamen gewoon niet tot onze goede posities wel. We creëerden daardoor ook geen kansen. Eerste helft wel een paar keer, tweede helft niet echt, denk ik. En ja, geen kansen, weinig kansen. En dan scoor je ook niet. Ik denk als we eenmaal die wedstrijd winnen, hopelijk aankomende week, ga ik vanuit dat dat wel een opluchting is. En dat je dan de wedstrijd erop wat lekkerder het veld opstapt weer. Was dit op papier niet zo'n wedstrijd waarvan je zou zeggen, nou, thuis, Flevo Boys tegen HZVV, dat is 3 punten? Nee, want deze wedstrijden die zijn er in deze competitie niet. Als je nu vandaag de uitslag ziet dat de SVZW met 5-2 verliest van AZSV, dan frons jij nu je wenkbrauwen. Maar deze competitie gaat echt heel onvoorspelbaar worden. En zo speelt Flevo Boys dus met 0-0 gelijk tegen HZVV. Het tweede competitiepunt van het seizoen is behaald. Maar de ploeg van trainer Wiljan Mossing-Holstein had natuurlijk maar al te graag de eerste 3 punten van het seizoen willen behalen. Die moet nu aankomende zaterdag worden gepakt in de uitwedstrijd bij Drachten Boys. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de nieuwsflits van aankomende week.